Bekijk je ook altijd eerst een uitlegvideo voordat je aan de slag gaat met je klus? Je bent niet de enige. Wil jij in 2023 je tuin aan gaan pakken? Op ons YouTube kanaal vind je meer dan 300 klus- en inspiratievideo's. Om je te inspireren hebben we een top 10 gemaakt van de meest bekeken video's die wij in 2022 hebben geüpload. Op nummer 10. Hoe bouw ik een overkapping klassiek? In deze video laat ik je de opbouw van een overkapping klassiek zien. Een luxe en trendy terrasoverkapping met zwarte zijwanden. Wat zorgt voor een modern karakter. Wat is nou het verschil tussen grenen en vuren? Op nummer 9. Wat is het verschil tussen vuren en grenen? Vuren en grenenhout zijn de meest gebruikte naaldhoutsoorten van Nederland. Deze beide houtsoorten bevatten veel overeenkomstige eigenschappen. Hierdoor kan het lastig zijn om de verschillen te zien. Echter zijn er wel verschillen tussen vuren en grenenhout. Deens Rabat, ook wel triple profiel genoemd. Op nummer 8. Deens Rabat Red Class Wood monteren. Het Deens Rabat is een zeer populair profiel. Het stapelbare rabat met de smalle latjes zorgen voor een moderne look. Deze planken kun je gebruiken om een wand mee te bekleden of een schutting van te maken. De dwarsbalken zitten er allemaal op. Op nummer 7. Hoe bouw ik kapschuur Bergen XL? In deze video zie je hoe de kapschuur Bergen XL wordt opgebouwd. Een kapschuur is een overkapping met een hoge nok waarbij de voorkant open is en één of meerdere zijwanden en de achterwand bekleed is. Marybel 6 meter hoog. Met 1200 leds en een deelbare vlag. Op nummer 6. Hoe zet ik een fairybell op? Met een fairybell zorg je voor een fijne kerstsfeer in je tuin. Door de slimme en doordachte constructie is deze binnen 15 minuten op te zetten. Wat hebben we allemaal nodig voor het aanbrengen van een dakfolie? Op nummer 5. EPDM dakbedekking leggen. In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe je EPDM dakbedekking aanbrengt. EPDM-folie is een soort rubberen flexibele dakbedekking. Dit wordt vaak gebruikt voor een plat dak, zoals een tuinhuis, blokhut of overkapping. Als eerste, belangrijk is dat je een goed plan hebt. Begin dus niet zomaar met je schutting. Op nummer 4. De meest gemaakte fouten bij het plaatsen van een schutting. De titel zegt het al. In deze video komen de meest gemaakte fouten voorbij. Ben je van plan een schutting te gaan bouwen? Met deze video kom je dat jij dezelfde fouten maakt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Deze akoestische panelen is dat ze naast een betere akoestiek in je woning of kantoor ook nog een heel gaaf design hebben. Dus... Op nummer 3. Hoe plaats je een accupanel? Een interieurtrend die het afgelopen jaar upcoming is geweest en die we dit jaar nog meer gaan zien, zijn de houten wandpanelen. Ook wel de accupanelen genoemd. Door de smalle houten latjes ontstaat er een gaaf design. Daarbij verbetert een accupanel de akoestiek in de desbetreffende ruimte. De daktrem hebben zowel een hoekprofiel als gewoon een rechte profiel beschikbaar. Op nummer 2. Hoe monteer je een daktrim? Bij het leggen van EPDM, dakleer of easy roofing is het monteren van een daktrim een belangrijk onderdeel. De dakbedekking wordt met behulp van de daktrimmen langs de randen naar beneden gehouden. Wat zorgt voor een mooie aanzicht van uw blokhut, tuinhuis of overkapping. Als ik iets zoek, dan ja, hoor je natuurlijk het beste. De meest bekeken video die in 2022 geüpload is, in de tuin van Rico Verhoeven. Ook Rico wil in zijn vrije tijd in zijn tuin kunnen genieten. Alleen stond er in zijn mooie tuin nog een verouderde schutting. Het werd tijd voor een nieuwe schutting. In zijn zoektocht kwam Rico al snel bij Gadero terecht en was zijn keuze gevallen op het Deens Rabat triple blok profiel. Deze schutting gaf hem het gewenste wauw-effect. Bedankt voor het kijken naar deze video. Welke klusvideo's wil jij graag dit jaar zien? Geef een like als je deze video leuk vond. Wil je niks missen? Abonneer je dan even op ons YouTube kanaal Gadero TV.